Dit is 538. En het is de Comedy Month. Want we hebben comedianten in ons midden. Daar zijn we heel blij mee. Drie stuks in dit geval. Twee heren en een dame. Nou, misschien moet je jezelf even voorstellen van links naar rechts. Goedenavond. Ik ben links in dat geval. Ik ben Wouter Monde. Ik ben comedian. Ik ben 33. Ik kom uit Amsterdam. Dan gaan we naar kandidaat 2. En die is mooier dan jij bent. Want het is namelijk Lucinda. Goedenavond. Goedenavond. Het klinkt je sexy. I love it, baby. We blijven in het knappe circuit. Want naast jou staat Ruud Smulders. Goedenavond. Kun je er diep in kruipen, Ruud? Jazeker. Ik ken elkaar kort. Niet verwacht ik het zo snel zou vragen. Maar jij hebt meegedaan aan het Utrecht International Comedy Festival. Ik organiseer het. Why the fuck we do it? Nou, omdat we op zoek zijn naar de show zonder naam, Comediant van 2014 natuurlijk. Je krijgt een column. Die krijgt inderdaad een column in dit programma. En volgende week is de grote finale. Vandaag doen we de derde voorronde met Wouter, Lucinda en Ruud. Die hebben zichzelf net voorgesteld. Ja. Nou, wat valt er precies te winnen? Behalve die column in de show zonder naam, ook een plek in een vrijdag of zaterdag show in de Badaboom Comedy Club in Amsterdam. En de vakjury die volgende week sowieso aanwezig is. Daarin zitten sowieso Arie Komen. Die ken je natuurlijk van onder andere Arie en Sylvester en tegenwoordig Solo. Ja. En hij is de oprichter van de website Badaboom.tv en de Badaboom Comedy Club. En Soendos, die ken je ook. En die is comediant en actrice. En die zat onder andere in Wie is de Mol voor het grote publiek. Ja. Dus die zijn er volgende week ook voor de jury. En vandaag ben jij als luisteraar gewoon nog jury. Ja. Want jij mag gaan sms'en welke van de drie je het leukst vindt. Dames en heren, in de Comedy Maand bij 538 is dit Wouter Monde! Dankjewel. 8 maanden geleden ben ik vader geworden van een heel lief klein meisje. En met zo'n kleintje leer je elke dag weer wat nieuws. Zo heb ik vandaag bijvoorbeeld geleerd dat je een volle vuilnisemmer wel en een volle luieremmer niet nog even met je blote handen aan kan duwen om er wat extra bij te krijgen. Maar ik vind het tof om hier te zijn. Dat meen ik, anders had ik nu namelijk thuis te Facebooken. En dat doe ik echt gewoon te veel. Weet je, Facebook moet ook niet vragen: wat ben je nu aan het doen? Maar wat zou je nu eigenlijk moeten doen? Lucinda Sedok is hier, mensen! Dankjewel. Goedenavond iedereen, goedenavond. Hey, het is leuk dat mensen luisteren. Ik ben benieuwd hoeveel mensen luisteren. Ik heb mijn vrienden ook gezegd om te luisteren. Ik zeg, jongens, ik ben heel grappig. Oh, ja, nou, oké, zullen we even zien. Gaan jullie luisteren vannacht? Hoe laat moeten we een luisteraar aan? Iets om 12:30. Dus je wil dat ik de wekker zet? Ja. Je wil dat ik dus eigenlijk morgen me ziek meld omdat ik dan niet kan opstaan? Ja. En je wil dat ik ga stemmen. Dus met andere woorden, sms gaat ook kosten. Ja, je bent werkelijk grappig. Maar maakt niet uit. Jullie luisteren en ik wil jullie dus hiervoor bedanken. Dames en heren, hier is hij dan eindelijk. Ruud Smulders! Dankjewel. Ik wil sowieso gelijk van de kans gebruik maken om even hallo te zeggen tegen mijn moeder. Ik verwacht niet dat ze nu nog luistert. Het is laat, onchristelijke tijd. En ze is al 7 jaar dood, dat speelt ook mee. Het ding is wel, mijn moeder heeft 40 jaar gerookt. En dan klink je ongeveer zo. Dit is ongeveer mijn moeder. Ze kan niet echt zeggen dat ik hem mis. Ik moet altijd denken, als zij mij vroeger een verhaaltje voorlas, maakt het nooit zoveel uit hoe het eindigde. Het eindigde altijd wel eng. Ja, eind goed, al goed. Ja, dat was niet te doen. De stemmen staken. De stemmen staken? De stemmen staken. Oeh, dat is heel wat anders dan je net tegen mij zei tijdens de plaat. Toen zei je, mag ik die vierde zak chips nog even? Toch heel iets anders. Dus we hebben gewoon besloten dat er 2 nog doorgaan naar volgende week. Ja! En dat zijn dus Ruud en Lucinda. Ja, dat is toch goed gedaan. Weg met die pauken. Ja. Irriteren snel, hè, pauken, hè? Gefeliciteerd. Ja, inderdaad, Lucinda. Om met een mooie vrouw naar terug te komen, dat is helemaal goed. Wat zeg jij, Ruud? Ik krijg gewoon een goed excuus om nog met een mooie vrouw terug te komen. Nou, dit is 538.